ik sta hier op Paaspop, Paaspop Academy, een klein congresje op het Paaspopterrein. En we gaan het zo hebben over big data in de muziekindustrie. En ik ga een introductie geven over, nou, wat is big data überhaupt? Hè? Daar zijn heel veel definities over. En ten tweede ga ik big data gebruiken om uitkomsten te genereren die belangrijk zijn voor organizers van events. Om events veiliger te maken en leuker te maken, gebaseerd op data. Wat voor de industrie heel belangrijk is om te weten is, in 5 jaar, over 5 jaar, over 10 jaar, hoe gaat die industrie daaruit zien? Wordt het makkelijker voor kleine artiesten om beroemd te worden? Wordt het makkelijker voor artiesten uit het buitenland, bijvoorbeeld in Nederland, een carrière te maken? Hè? Dus dat heeft invloed op welke artiesten in een portfolio wordt opgenomen. En wij kunnen eigenlijk heel nauwkeurig voorspellingen maken over hoe de preferenties voor een bepaalde muzieksmaak en smaak voor een bepaalde artiest gaat veranderen in de komende jaar. Ik persoonlijk vind de muziekindustrie echt uniek qua dataverzameling. Er zijn heel veel bedrijven die daarmee bezig zijn. En wat dan ook nog uniek is, dat die bedrijven die data ook eigenlijk vrij publiek stellen. Hè? Dus als onderzoeker is dat een fantastisch gebied waar je heel makkelijk aan data komt. En waar je mooie analyses kunt doen. En andere industrieën die zijn er toch wat beschermder. Eén project houdt zich bezig met de invloed van digital piracy. We kijken eigenlijk naar de positieve bevindingen van, of de positieve impact van digital piracy op engagement. Hè? Ja, het is slecht als mensen misschien minder cd's kopen. Maar wat we vinden is eigenlijk een heel positieve effect on engagement. Hè? Dus mensen gaan meer naar concerten, mensen luisteren veel meer naar bepaalde artiesten. En dat heeft dan juist weer positieve spillovers in de toekomst. Hè? Die niet vertegenwoordigd zijn in de aankoopcijfers van vandaag. Die misschien soms minder mooi zijn.